En in de winterweken bij Poys Wat Maak Je Menu staat de soep centraal. En we hebben een wedstrijd uitgeschreven en de winnaar staat naast me. Hier hebben we... Geke Winiers. Geke, ja. Van harte gefeliciteerd. Jouw soep wordt gekookt in alle winkels van Poys. Fantastisch. Het is een heerlijke tomatensoep. En hiervoor hebben we de volgende ingrediënten nodig. Kijk, nou daar staan we, zeggen we, al die ingrediënten voor jouw heerlijke soep, Geke. Ja. Geke, maak je deze soep al lang? Ik maak hem al een jaar of 13, 14. En is het een succes? Het is een succes. Ja, je bent niet voor niks winnares natuurlijk. Nee, nee. Bouillon, daar beginnen we mee. Ja. Wat komt erin? Poulet, ja. Prei, wortel, laurierblad, tijm en gesnipperde ui. En kruidnagel. Oké, dat is de bouillon. Ja. En dat is het zo'n beetje. Oké. En dan komt erbij nog een heerlijke garnituur, hè, van aardappeltjes, ja. Mais, tomatenpuree, tomatenfrito, gesneden prei en de courgette, paprika. En eventueel nog een bouillonblokje. Bouillonblokje voor de smaak. En roomboter en Lodewijker speldbrood. En we maken het af met lekkere... Crème fraîche. Heerlijk. Geke, je maakt je eigen bouillon. Ik maak mijn eigen bouillon, ja. Heerlijk. En die maken we van pouletvlees. Ja. En je weet het... Je begint altijd met koud water. Dus koud water, dan komt het poulet erin, hè? Ja. Zo. En dan wil jij misschien eventjes hoog vuur. Ja. Wil jij de wortel even snijden? Ja, je kan maar met één hand snijden, hè? Ik kan maar met één hand. Zal ik hem even vasthouden? Ja, graag. Doe jij eventjes zo. Goed zo. Die nog een keer. Goed zo. En dan heb ik hier de kruidnagel. Ja. En die komt in de ui. Daar hebben we een leuk trucje voor. Kijk, anders verdwalen die kruidnagels in de bouillon. Kijk, en dan druk je die kruidnagels zo in de ui. Die ui. Dat noemen ze een gepikeerd uitje. Ja. En handig is met bouillon, is dat je grote stukken groente neemt, omdat je dat dan straks zo uit kan halen. Nou, dan laten we het eventjes koken, Reken. Ja. En als het kookt, eventjes afschuimen. En als het kookt, doe jij het ook altijd zo? Ik doe het bijna op dezelfde manier waarop jij het doet. Grote stukken groente. Maar ik maak een grote pan, een hele grote pan bouillon. Oké. Dat laat ik dan inkoken en dan doe ik het in de vriezer in porties. Dat is een handige tip. Kijk, hij kookt. Ja. En dan zie je al die eiwitten eraan. Die gaan we er even afschuimen. Dat doe ik eventjes met deze sleeve. Zo. En dan zo. Dit zijn allemaal eiwitten, hè? Die moeten er eigenlijk allemaal af. Ja. Kijk, zo. Je schept het af. Jij doet het met een sleeve. Ik doe het thuis met een schuimspaan. Wat is nou het verschil? Ja, nou, als je met een lepel doet, dan gaat het erin en dan zakt het er nog een keer doorheen ook. Ja. Klein kokstrucje. Ja. Is het handig? Ja, het is zeker handig. Nou, de groente mag erin. Wortel erin. En de prei mag erin. En de ui. De ui. Laat je laurier nog. En eventjes een stukje mooi takje tijm erin. Hoe lang laten we trekken? Een uur. Minimaal, hè? Minimaal. Ik zet hem even op een zacht pitje. Geke, het moment suprême. Bouillon staat op. Nu gaan we de soep maken. Ja. Aan jou. Zeg het maar. Ik begin met een beetje boter in de pan te doen. Ja. En warm laten worden. Oké. En ik mag alvast de paprika snijden? Jij mag alvast de paprika snijden. En de courgette moet ook gesneden worden? Hoe wil je dat hebben? Hoe wil je dat hebben? Ik doe zelf altijd de paprika stukjes eraf. Dus dit weer in 2, 3 stukken. Kleine blokjes. En dan in kleine blokjes. Goed zo. Ga ik doen. Ook de courgette in kleine blokjes? Ook de courgette in kleine blokjes. Nou, de boter prima. Begint nu al te bakken. En dan doe ik de uitjes erin. Ja, zal ik je even helpen? Ja, graag. Zo. Want je hebt een perfecte hand van roeren, of niet? Ik kan heel goed roeren. Jij kunt veel beter snijden. Nou, helemaal goed. Hebben we een goede taakverdeling vandaag? Ja, daarom. Hè? Ja, is het een... hoe lang doe je er ongeveer over voordat het klaar is? Nou, als je echt de bouillon klaar hebt, de dag van tevoren hebt gekookt en uit de vriezer haalt, dan kun je eigenlijk zeggen... Wat doe je daarin? De aardappelen doe ik er nu bij. Oh, dat zijn aardappelblokjes? Dat zijn aardappelblokjes. Oké, die doe je ook mee. Prima. En die laat ik dus ook even mee. De uien hoeven niet gebakken te worden, ze moeten gewoon een beetje glazig worden. Dus aanzetten. Oké. Zal ik de paprika er ook maar bij doen? Doe er maar bij. Hupsakee. Dan kan dat ook lekker mee. Gezellig zo, hè? Ja. Zeg, en wie eet jouw soep het liefst? Heb je ook een echte soepfan?
Ja, dat klopt. Mijn petezoon. Oké. Die, dat was een hele slechte groenteeter. Ja. En die lustte graag maïs. Oh, daarom zit hier maïs in. Ja. Toen ben ik begonnen met deze soep te maken. En heb ik er maïs in gedaan en hij heeft er altijd flink van gegeten. Oké, en toen is hij gegroeid? Toen is hij gegroeid. Met de soep van Geken? Met de soep van Geken tot 2 meter. Oké. Nou, ik heb de courgette ook gesneden, Geken. Zullen we die er ook bij doen? Die kan er ook bij. Kijk, kom je met de courgettes. Hupsakee. Die erbij. En nu? Tomatenpuree. Mag die er nu in? Dat kan er nu in. Kijk, ik heb daar een holletje gemaakt. Doe ik het daarin? Ja. Helemaal goed. En zo. Dan is dat dus. Mag alles erin? Ja, van mij wel. Hoe voelt het nou dat je eigenlijk weet dat straks al die winkels de mensen jouw soep proeven? Nou, wel heel spannend. Ja? Wel heel spannend. Dat is toch heerlijk? Ja, maar ik vind hem heerlijk en mijn omgeving vindt hem heerlijk. Maar ja. Je weet niet hoe de anderen erover denken. Zullen we dit er ook bij doen? Dat kan er ook bij. Tomatenblokjes. Ja. En dan blussen we hem af. Kijk eens. Oké, we hebben stukjes tomaten nu ook in. Ja. Heel goed. Ja. En nu de bouillon, hè? Nu de bouillon. Kijk, ja. Nu heb ik eventjes, want die bouillon die is al helemaal getrokken. Ja. En nou, dat vlees dat zakt altijd naar de bodem. Ga ik eerst even niet. Kijk, dat is handig als die grote stukken groente erin zitten. Die scheppen we eruit. Zo. En nu wel even met de schuimspaan, hè? Ja. Zo, de wortel. En dan kom ik nu met de bouillon. Ja. En die mag erop, hè? Die mag er nu op. Ik zal roeren. Oké. Okay. Ruikt fantastisch. Het is geen geur-tv, maar heerlijk. Kijk eens. Oh, lekker ouderwetse bouillon. Ik kan nog wel een beetje. Ja? Het is uw recept. Nou, ik denk dat het zoveel kan. Nog meer. Ja? Ja. En dan heb ik natuurlijk die prei. Een gedeelte daarvan zou erin kunnen. Doen we er nu een klein beetje in? Ja. Zo? Nu even laten koken. En dan straks ook even proeven? En even proeven, natuurlijk. Het ruikt heerlijk, maar er moest nog maïs in, hè? Er moet nog een beetje maïs in, zodat als jij daar even bij wilt helpen. Ja, zo. Hoeveel gaat erin? Zo is het wel genoeg. Half blikje? Half blikje. Oké. Okay. En een beetje prei nog? Beetje prei nog. Een handje, zo. Dat is genoeg. Oké. Okay. En dit even roeren. Door. Ja. Kijk, het pouletvlees onderin. En dan komt die mooie, rijk gevulde soep erop. Zo. En dan voorverwarmde koppen. Nou, het is inderdaad een heerlijke, royaal gevulde soep. Hij ziet er prachtig uit. Kijk eens. En dan komt daar nog jouw crème fraîche op. Dan doen we een mooie royale lepel zo in de midden. En dan nog een mooi takje peterselie voor de garnering. En deze week bij Poys Wat Maak Je Menu, de onovertroffen heerlijke tomatensoep van Geken. Met Lodewijkers spelbrood en roomboter. En dan zeggen wij altijd, lekker eten!